Ja, je kijkt eigenlijk al maanden naar uit. Eigenlijk vanaf de NK al. En ja, dat het nou zo dichtbij komt, dat, ja, dat maakt het wel een beetje spannend. De Australiërs, die is denk ik de topfavoriet. En, maar daarachter komen een heel groep renners die mee kunnen doen. Ik ben er ook wel eentje van, denk ik. Ik heb er zin in en benen voelen goed. Dus ik ga kijken wat ik kan doen. In Firenze is het draaien en keren. Dus ik denk dat me dat wel moet liggen. Maar ik hou het nog altijd bij de Australiërs. En die moeten we proberen zien te kloppen. Ik ben tevreden als ik top 5 rij. Maar ik denk met een goede dag dat ik voor het podium mee kan doen. Ja, in het begin had ik echt een super ritme. Maar ik ben te snel vertrokken. En ja, voor de start had stress. Omdat mijn bidon niet goed werd gekeurd. En gisteren hebben de dames er ook nog mee gereden. En zelfs nog onze mannen. Maar nou werd hij afgekeurd en dan had ik al andere bidon. Ja, die moest ik gelijk weer weggooien omdat ik die er niet meer in kreeg. Dus, ja, dat was heel jammer, maar ja. Ik had gewoon geen goed gevoel. Ik heb maximaal gereden en dit is het resultaat dus. Dus ja, jammer.